Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag heb ik voor jullie twee pakketjes klaarstaan van de gouden upgrade SBC dat ik gedaan heb op FIFA 22. En daarna gaan we eventjes een kijkje nemen naar mijn huidig team. Dat ik eigenlijk gebruik voor de squad builds mee te spelen. Af en toe een keer Division Rivals mee te spelen. En ja, ik hoop dat jullie van deze video gaan genieten. Want mijn ideeën waren eigenlijk een beetje op. Ik heb nu dit idee, ik heb dat er juist. Ik was met Sven aan het bellen, ik heb die SBC twee keer gedaan. En ja, we hebben dus die SBC gedaan. En we gaan nu duiken naar de Ultimate Team. En ja, we zitten dus nu in de Ultimate Team. We gaan eerst eens zien naar mijn transferlijst, want ik heb daar juist daar een team over de week op gezet. Ook een twintigtal minuten geleden heb ik daar Smith Rowe, Team of the Week, opgezet. Zijn 84, dus zijn second in form. Zijn tweede in form. En nu gaan we eerst die pakketjes open doen voor deze video wat leuker te maken. Dus het zijn twee zeldzame gouden spelerspakket met twee gouden zeldzame spelers. Dus pakketje nummer 1 is geopend. Wat zullen we krijgen? We krijgen een borde. Martinez. De vaste keeper van het Argentijns voetbalafval. En Oxlade-Chamberlain. Oké. En nu gaan we dus de volgende doen. De volgende pack. En wat gaat daaruit komen? Er komt niks uit. Er komt zelfs geen borden uit. CM. Auer. Wat een kut team. Wat een kut speler. Ik had hier toch wel beter uit verwacht. En ja. Dus maar we kunnen er niks meer aan doen. We hebben dus ook. We hadden een 50k pack gepreviewd. Die 50k, die hebben Rudiger uit. Wat we wel kunnen doen in deze video is nog eens een premium gouden preview pakket doen. En hopelijk krijgen we daar een walkout uit. Dan weet ik waar ik voor moet spelen. Een borde. Alaba. Dribble Alaba. Terwijl ik zijn twee kaarten al heb. Eigenlijk al twee kaarten van hem heb. Het is niks speciaals voor te kopen eigenlijk. Dus nu gaan we eerst naar mijn team zien en naar mijn club. Dus in mijn team, mijn team is al heel wat aangepast. Zoals jullie soms op Instagram hebben kunnen zien. Op goal heb ik nu Alisson staan. Voor Alisson staan Laporte en Ruben Dias. Op linksachter heb ik Robertson staan. Op rechtsachter heb ik Trent Alexander-Arnold. Op rechtsmidden heb ik Sancho staan. Op centermid staat hij er al een tijdje. Heeft al 139 wedstrijden gespeeld voor mij. Heb ik daar Pogba staan. Daarnaast heb ik Thiago staan. En dan hebben we een nieuwe aanwinst. Uit dezelfde SBC als de vorige FIFA hebben we Son gepakt uit een gouden upgrade. Weer al eens. En die kaart die speelt lekker. Dan hebben we Lukaku. We hadden die tradable, maar nu hebben we die untradable. En daarnaast hebben we Vardy, ook een tradable. Ook al 135 wedstrijden voor mijn team gespeeld. En 658 gescoorde doelpunten en 98 assists. En op de bank hebben we staan de enige echte Thibaut Courtois. Dan Müller, Bernardo Silva, Team of the Week Alaba, Team of the Week Golashi, die dat we ook de untradable gepakt hebben. Dan hebben we Lautaro, dan hebben we Once to Watch Grealish, die heb ik voor de 26 gram gekocht. Die dan nu waarschijnlijk al wel is gedaald, ik ga eens zien.
vergelijk prijs, hoeveel dat die eigenlijk. Ja, die zal wel iets van gedaald zijn. Dan hebben we Aubameyang gekocht voor 6,6. David Silva, untradeable. Tonali is een kaart. Zijn rode knockouts. Kruse is een rode knockouts. Die op zijn rode knockouts. En dan gaan we eens mijn club bezien. Wat we er allemaal van folder in hebben steken. Dus ja, die kaart, die lanes moeten we niet zien. Bonucci hebben we ook ooit eens gepakt. Havertz hebben we gekocht voor 2,6. Werner voor 4,7. De Gea hebben we voor eerst eigenaar. Tielemans. Ook maar 9 wedstrijden voor mij gespeeld. Eigenlijk niks waard. Alaba die dat we ooit eens een treble hebben gepakt. Untradable of tradable? Untradable. Martinez net gepakt, untradable. Mason Mount, untradable. Pickford, untradable. En zo aan en zo aan. Pope, untradable. Ferran Torres, untradable. Chilwell, untradable. Rui Silva, ook untradable. Delaney. Hopelijk is hij tradable. Nee, untradable. Aouar, Saint-Maximin. Zinchenko. Oxlade-Chamberlain, die we juist gepakt hebben. Adama Traoré. Tradable, gekocht voor 700 munten. Die dan nu wel voor iets gaat, maar niet voor heel veel. Danny Garcia, die dan verhandelbaar is. En McKennie, dat untradable is. En bij deze wil ik dus de video afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is eigenlijk Den Alte Dylan. Eigenlijk altijd al geweest. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Hebben jullie van deze video genoten? Smash dan zeker die like-button. Abonneer. Reageer. En ja, like ook zeker de video. En als ik, dan ben ik voor u, bij jullie terug bij een volgende video. Het zal waarschijnlijk dinsdag zijn. Dinsdag of vrijdag. Ik weet niet hoe of wat mijn uploadschema, hoeveel dat ik nu gepland heb eigenlijk, is. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie graag zo snel mogelijk terug in deze video. Hopelijk heb ik tegen dan weer wat video-ideeën. En ja. Joe!